Ja, Dolph Rox, het is vandaag 24 december. Exact een jaar geleden stond jij als hoofdcoach voor de groep bij Sparta in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Met wat voor gevoel ging je toen de kerst in? Ja, heel vervelend gevoel, omdat de resultaten van de eerste helft waren dusdanig slecht dat de trainer is ontslagen. En dan weet je ook dat het lastig wordt om tot het einde van het seizoen in de Eredivisie te blijven. En dat is achteraf ook zo gebleken, maar dat was toen met kerst zeker een rot gevoel. Verloren met 4-0 van Groningen. En toen de kerst in, ja, dan denk je, ja, dat kan wel beter. En daarna ben je als hoofdjeugdopleiding met volle moed weer aan de slag gaan op de Breggen. Met wat voor gevoel ga je nu de kerst in, dit jaar? Nou, totaal anders, omdat het eerste helft al staat waar we hadden gehoopt in het begin van het seizoen waar het zou staan. Staat dus bovenaan op een promotieplaats, hè, om het zo maar te zeggen. Dat is kampioenschap als je dat haalt. Of anders via de na-competitie. Ik ben een periode gehaald. Nou, de jeugdhelftallen staan er over het algemeen redelijk op. Een paar uitschieters naar boven, maar ook één of twee uitschieters naar beneden. Dus er is nog genoeg werk te doen. Ja, je zei het al, we staan weer op een promotieplaats met het eerste elftal. Dat betekent wel dat we gedegradeerd zijn natuurlijk in de zomer. Wat heeft dat voor invloed gehad op de jeugdopleiding? Ja, achteraf heel weinig. Ik was bang dat er flink geschraapt zou gaan worden, allerlei geld gevonden moest gaan worden om alles voor elkaar te krijgen, de begroting sluitend te krijgen. En dat is achteraf eigenlijk meegevallen. Sterker nog, we hebben in sommige gevallen zelfs iets aan uitbreiding kunnen doen. In de FTE, zoals het mooi heet, wat meer functies nog in kunnen vullen die ik vooraf niet had verwacht dat dat zou kunnen. Ja, dat is dus echt een bewuste strategische keuze geweest van de clubleiding. In 2018 maakten ook veel spelers hun debuut. Denk aan jongens als Haroui, Dervişoğlu en El Kadjati bijvoorbeeld. Zo zijn er natuurlijk nogal meer. Dit moet jou als hoofdjeugdopleiding van Sparta tevreden stemmen. Ja, op het moment dat er jongens vanuit de jeugdopleiding het eerste elftal halen, dan vieren wij als het ware een klein feestje. Het is wel zo dat ik hoop dat het altijd uit kwaliteit gaat en niet uit noodzaak. Dus als er veel blessures zijn, worden er ook natuurlijk sneller jongens doorgeschoven. Maar wij willen ze graag hebben dat op het moment dat iedereen er is en dat er dan jongens hun debuut maken. Want dat betekent dat ze het niveau aankunnen en dat ze ons kunnen gaan verrijken als club. Ja, je zei een paar uitschieters en een paar uitschieters naar beneden ook. Nu op dit moment bij de jeugdopleiding, bij de teams, qua Ja. prestatie. Hoe kijk jij naar de eerste seizoenshelft qua prestaties van de jeugdopleiding? Ja, kijk, de mensen kijken heel snel van als supporter naar de ranglijst, daar waar hij staat. Ja, dat doen wij ook wel, maar dat vind ik eigenlijk minder belangrijk. Ik vind het belangrijkste dat er in een team genoeg spelers lopen die Sparta 1 zouden kunnen gaan halen. En dat ziet er wel op, heel erg prima uit, vind ik. Er lopen genoeg talent weer rond. Alleen zijn er ook een aantal teams die niet op het hoogste niveau spelen. En dat willen we natuurlijk niet. Omdat we vinden dat de beste spelers tegen de beste spelers moeten spelen in de competitie. Waardoor ze zich makkelijker en beter kunnen ontwikkelen. Voor de ontwikkeling is dat belangrijk van de spelers natuurlijk. Absoluut. Ja. Als je kijkt naar de talenten, je zegt, er lopen genoeg jongens rond die het eerste kunnen gaan halen. Loopt de nieuwe Kevin Stroomman al rond in de jeugdopleiding? Ja, die loopt er al rond. Niet in dezelfde manier, maar wel een jongen die jongens die ons straks gaan verrassen. En misschien wel op een hele korte termijn, hè, binnen nu een paar maanden of binnen nu een anderhalf jaar. Maar ook zeker op de lange termijn. Ja, want als ze hun debuut maken, dan worden ze geld waard. We zien bij andere clubs natuurlijk heel veel grote bedragen langskomen. Is een jeugdopleiding voor een betaald voetbalclub niet een verdienmodel aan het worden op deze manier? Ja, je zei van we willen ze natuurlijk graag verkopen en door, dat klopt. Maar we willen het liefst eigenlijk in onze eerste elftal houden, jarenlang. Want dan kunnen we daar gewoon wat stabieler in worden. Maar dat is de markt. Op het moment dat ze bij ons goed genoeg zijn, dan komen er heel veel clubs altijd kijken en die halen ze ook weg. En op je tweede vraag, ja, is het een verdienmodel aan het worden? Ja, daar lijkt het wel op. Dus wat je ziet, wat er jaarlijks binnenkomt aan spelers die tussentijds verkassen. Vanuit Nederland naar buitenland of ja, noem maar op, van. Ja, of het nou Kevin Strootman is, of Martin de Roon, of noem ze maar allemaal op. Dat levert ons heel veel geld op. En het vervelende daarin is, dat kan je niet begroten van tevoren. Dus je moet altijd maar afwachten wat er gebeurt in zijn seizoen. Nou goed, we hebben natuurlijk ook aardige jongens direct verkocht. Hè? Of het nou over Rick van Drongen ging, over Denzel Dumfries, of over Shell Fluanis. Er zijn er nog wel een aantal spelers die voor ons steeds een meevaller zijn, waar geld binnenkomt. Ik denk dat de opstelling van de Nederlandse elftal de afgelopen tijd daarin alles zegt, hè? Hoeveel Spartanen daarin hebben gestaan.
Ja, en dat zegt ook nog eens een keer iets over wat voor Spartanen dat waren. Want er zijn natuurlijk ook een groot aantal Spartanen die hier aanvoerder zijn geweest en door zijn gegroeid. En ook bij een club waar ze daarna gingen spelen aanvoerder werden. Het zijn wel vaak gelukkig stabiele jongens die weten wat er gevraagd wordt. En vaak is dan ook de mentaliteit een hele belangrijke geweest voor hun om door te kunnen stromen naar dat niveau waar ze nu zitten. Ja, we hebben in het nieuws natuurlijk allemaal voorbij zien komen dat er een ondersteuning is vanuit Ajax. Dat afgesproken is met Ajax de afgelopen tijd. Ja, hoe zit het precies in elkaar voor Sparta? Nou, we hadden met Ajax al een goed contact. Ik kon Mark Overmars, denk 3 jaar geleden, een aantal afspraken gemaakt over spelers die toen bij ons weggehaald werden. Toen zei ik van ja, dat gaat ons wel heel veel pijn doen en jullie hoeven er niks voor te betalen. Omdat ze onder de leeftijd zaten van 12 jaar. En toen heeft Mark ons toen al een soort van donatie gedaan voor die jongens die toen weggehaald werden. En vorig jaar waren het er in plaats van 1 of 2, waren het er weer 5. Dus toen zei ik tegen Mark, als we het op dezelfde basis doen, dan wordt het wel een dure zaak voor jullie. Dus ja, laten we maar zitten. Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Dus wat wij gedaan hebben, is een afspraak gemaakt over het aantal per jaar. Niet meer dan 3. Tot en met onder 15. Daarboven kunnen we gewoon onze eigen contracten geven. En dat betekent dus dat we A, geld krijgen van Ajax. En B, dat ze er niet zoveel weghalen. Maximaal 3. Nou, dat is natuurlijk een enorme winst. Dus voor ons goed. En daarnaast kunnen we gebruik maken van hun enorme netwerk wat ze hebben op het gebied van scouting. Voor de jongste jeugd. En ja, daar zijn we druk mee bezig. En de eerste tips zijn al binnengekomen. Dus wellicht komt daar ook nog nieuw talent uit voort. Ja, dan zeggen mensen wel eens, waarom niet Feyenoord? Want dat zit om de hoek. Stadsgenoot. Maar daar zal vast een goede verklaring voor zijn, denk ik. Absoluut. Ten eerste is het zo dat uit het verleden al blijkt dat Feyenoord gewoon ook jonge spelers weghaalt. En daar niks voor hoeft te betalen, maar dat ook absoluut niet wil. Daarnaast halen ze spelers weg waar ze voor zouden moeten betalen, wat altijd een beetje problematisch is. We hebben ook spelers op hoger niveau gevraagd van kunnen we spelers uitlenen. Dat gebeurt dan en dan komt er altijd het maximale wat ze voor kunnen vragen, doen ze ook. Dus in vorm van samenwerking is dat niet echt zo. Dat is wel jammer. Maar nogmaals, we zijn Sparta en Feyenoord zit aan de andere kant van Rotterdam. Dus die concurrentie is wat de jeugd betreft heel erg groot. Dat vind ik heel vervelend, omdat ze vaak jongens weghalen die heel jong zijn. En als ze hun scoutingsapparaat gewoon gebruiken, net zoals andere clubs, voor de jongens die bij de amateurclubs lopen, dan kunnen we met z'n allen prima jeugdspelers opleiden voor het Nederlandse voetbal. En indirect natuurlijk ook voor je eigen club. Ja, dus de bereidheid vanuit andere clubs was gewoon minder groot dan bij Ajax? Minder groot en ook Ajax doet het een beetje zoals Bayern München doet. Die zien van de Duitse competitie moet op niveau blijven. Dus op het moment dat wij een speler weghalen op het hoogste niveau betalen we de vraagprijs. Dat is vaak meer dan ze eigenlijk zelf hadden willen. Zouden kunnen of zouden moeten. En dan betekent het ook dat die Duitse competitie op niveau blijft. Nou, zo zit Ajax met Overmars er op dit moment ook in. Die willen gewoon dat Sparta minimaal met hun jeugdopleiding blijven waar ze nu zitten. En dat ze daar de vruchten van kunnen plukken. Daar willen ze ook in meedenken. Ja, dat zouden we eigenlijk andere BVO's ook moeten doen bij alle clubs, niet alleen bij Sparta. En als we vooruitkijken naar de tweede seizoenshelft, te beginnen nog even met de jeugdopleiding dan natuurlijk. Hoe kijk je daarop vooruit? Nou, dat ziet er gewoon heel positief uit. De clubs de elftallen die wat lager spelen, die moeten we zorgen dat die weer op het hoogste niveau komen. Daar gaan we alles aan doen om te monitoren hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En ook de talenten die we nu binnen hebben, ja, die moeten we wegwijs maken binnen het betaalde voetbal. En zorgen dat ze op één ding heel hoog scoren, dat is de mentaliteit. En dat betekent dat ze elke dag de beste willen zijn en er ook alles aan doen om beter te worden. En dat ze dan op termijn, of heel kort termijn, of wat langer termijn, kan er jaren zijn, het eerste elftal gaan halen. En ja, dat is een enorme uitdaging, maar ook een hele mooie uitdaging. En daar werken we met z'n allen met heel veel plezier aan. En het eerste elftal, we staan er goed voor momenteel. Worden we kampioen, denk jij? Ja, dat is, als supporter zou je dat heel makkelijk zeggen, ja, dat worden we. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is voor de trainer van het eerste elftal om stabiliteit in zijn groep te krijgen. Dus we zouden kampioen kunnen worden, absoluut. Maar ik denk wel dat er dan ook nog wat versterkingen bij zouden moeten komen. En ik neem aan dat Henk Verstee daar in de winter flink mee aan de slag gaat. Want dat geeft je een grotere kans, mits je, en daar ga ik wel van uit, mits je gerichte aankopen doet. En niet zomaar haalt om het halen, maar dat gaan wij niet doen. En jij als hoofdjeugdopleiding hebt vast nog wel een paar goede talenten klaarstaan die eventueel zouden kunnen bijdragen aan een mogelijk kampioenschap, denk ik. Ja, daar kan ik ook heel makkelijk ja op zeggen. En dat is ook zo, vind ik ook absoluut. Alleen ook daar is de trainer van het eerste elftal natuurlijk die daar een rol in moet spelen samen met Henk Verstee om die jongens erbij te halen. En ik snap dat op het moment dat de druk hoog is,
dat je niet direct denkt aan hele jonge jongens. En die moeten maar laten zien dat ze elke week uitblinken. En dat via jong eventueel de stap met de eerste helft te maken. En dat gaat gewoon gebeuren, daar ben ik niet zo bang voor. Het ziet er rooskleurig uit in 2019. Absoluut. Fijne kerst, Dolf. Dankjewel, jullie ook. Geniet ervan. Bye bye.